Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto wolkenvelden boven het midden en zuiden van het land. En vanuit het noorden breekt de zon door. Dat zien we vanochtend dan ook. Vanuit het noordwesten de zon geregeld tussen de wolken door. In het midden en zuidoosten kan nog een bui vallen, maar de zon wint geleidelijk aan terrein. Het is 15 graden en er staat een frisse noordelijke wind. Aan zee staat windkracht 5 tot 6. Vanmiddag blijft het op veel plaatsen droog, maar er kan nog een enkele bui vallen. De zon schijnt geregeld en met 16 tot 18 graden is het minder warm dan de afgelopen dagen. Vanavond koelt het af naar 14 tot 15 graden en het is op veel plaatsen droog en aan zee blijft het flink waaien. En morgen staat er ook nog flink wat wind vanuit het noordwesten. Het is op veel plaatsen droog. Er zijn eerst veel wolkenvelden met in het noordoosten kans op een bui, maar later breekt van het noordoosten uit de zon door. Het is koel met 16 graden. Dinsdag is een droge dag en ook nog koel met 16 graden, maar er staat minder wind. Woensdag en donderdag is de kans op een bui groter en dan gaat ook geleidelijk aan de temperatuur omhoog. Dit is Diana Wooij van Weerplaza.nl.